Heeft beeldende kunst een geloof? Een gekke vraag, maar toch kun je het je wel eens afvragen als je in een museum loopt. De collectie Oude Kunst van het Bonnefante heeft namelijk voornamelijk beelden en schilderijen die over de Bijbel gaan. De kerk sanctioneerde alles. Niet alleen de wereldlijke macht, maar ook de kunst, in ieder geval in de middeleeuwen. En in tweede instantie ontdekte die kerk dat de beelden en schilderijen het volk, de analfabeten, lieten zien waar het geloof over gaat. Vandaar de talloze Christussen, zijn geboorte, zijn dood en alles wat ertussen zit. Al die beelden en schilderijen die hingen in kerken. Het was de zoon die door zijn vader voor ons werd geofferd. Alle beelden waren gepolychromeerd. Dat is een chic woord om te zeggen dat ze beschilderd waren, kleur hadden gekregen. Vaak had die kleur dan ook nog een symbolische betekenis die ons nu al helemaal ontgaat. Maar het bijzondere is dat we hier in Maastricht veel beelden vinden waar de kleur er nog op zit. Moeder en kind, koningin, want een kroon, maar natuurlijk kerkelijke kunst dus. Maria met het Christuskind. En je ziet dat het nog beschilderd is op het gezicht en in de plooien van de jurk, polychromie, veelkleurigheid. Je ziet dat zij liefdevol kijkt naar het kind en hij kijkt naar ons. Het stond vast hoog in de kerk. En als je er omheen loopt, zie je dat het een losstaand beeld is geweest. Want er zitten plooien aan de achterkant, stond dus niet tegen een pilaar of tegen een muur. Nou, wat alleen door te kijken kun je nog meer zien. Het is hooggotiek. Dat zie je aan die plooien, hoe dat gaat. Kniet je er nog even bij. Klopt niet helemaal anatomisch, maar het geeft wel het gevoel van beweging erin. Bourgondië, zandsteen, gekapt. Met hele mooie details in zijn ogen en haar gezicht. En bekijk je er van de andere kant, van hier, dan wordt dat koninklijke weer benadrukt. Terwijl ze tegelijkertijd zo'n mooi moederlijk gebaar heeft. Een levendig beeld. Alsof ze inderdaad ieder moment kan wegstappen. 14e eeuw. Dit was de bemiddelaar tussen ons, het volk, en de godsdienst. Want het volk verstond niet wat er werd gezegd. Dat was nog steeds Latijn in de kerk. Maar door naar haar te kijken, en het verhaal kende je natuurlijk van de vrouw die haar kind opofferde. Zie je dat weer? Pas bij Luther krijg je de volkstaal en niet bij de katholieken. Dat is nog later. Mooie krulletjes, hè? Ik laat nog even twee retabels heel goed zien. De eerste is uit het begin 16e eeuw uit Saksen, Zuid-Duitsland. Het is een bijzonder stuk omdat beide zijdeuren nog aanwezig zijn. En in de kist staat de hele beeldengroep met helemaal links Jozef, dan Maria met het kind dat de drie koningen begroet. Balthasar, Caspar en Melchior. Het tweede retabel, of eigenlijk is dat alleen maar het middenstuk van een retabel, gaat weer over die begroeting van de drie koningen met het Christuskind. Dat is vrolijker, dat is losser. Hetzelfde motief. En wat opvallend, ook weer een voordeel is, van de zijkant zie je hoe dun dat hout eigenlijk is. Terwijl de illusie, de optische illusie is, dat je naar driedimensionale personen kijkt. Een wonder van de kunst, kortom.